Wel, Johan Leijsen was voorgesteld door Mariano. En ik weet dat Johan nogal meestal de hangster speelde in films. En ik dacht van ja, is dat wel de juiste persoon? Maar de kracht van Johan is dat hij zich kan uitdrukken zonder woorden. En ik had, aangezien dat er niet veel wordt gepraat in de film, wou ik een acteur die, als je er naartoe kijkt, wil je kunnen zien wat hij denkt. En dat is, Johan kan dat fantastisch natuurlijk. En toen ik hem voor het eerst ontmoette, was hij eigenlijk helemaal geen hangstertype of iemand die hard of dominant overkwam, maar zeer joviaal en zeer vriendelijk. En dat was eigenlijk wat ik zocht voor het personage. Wat Gilles betreft, Gilles is ook voorgesteld door de producent. Ik had ook eerlijk gezegd een beetje mijn twijfels, omdat iedereen hem kent door zijn blonde krullen. Maar als je dat ene keer afscheert, die blonde krullen, dan plots komt er een ander persoon tevoorschijn. En hij is heel fysiek, hij heeft ook een heel fysieke uitstraling en dat is wat ik ook zocht voor de film. De eerste keer dat we met elkaar spraken, snapte hij wel perfect wat ik wou doen met hem. Het was natuurlijk voor hem een hele grote uitdaging, omdat dit iets anders is dan hij gewend is. Maar de twee acteurs zijn alleszins twee acteurs die op heel hoog niveau alle scènes analyseren. En we gaan er grondig, we babbelen er grondig over, zodat we tot exact kunnen uitdrukken wat we willen uitdrukken. Dus op dat vlak ben ik wel blij dat ik twee acteurs kunnen krijgen heb. Alles over de Belgische cinema op cinefox.be. Cinefox.